Ik ben hier een keer eerder geweest en toen stonk het ontzettend. Ik wil wel naar het front lopen. Vandaag ineens bij twee vreemde mannen in de auto. Hallo metrolezers en kijkers. Dit zijn de reismeisjes vanuit Fes. Marokko. En natuurlijk moeten we in Marokko een kopje thee drinken. We lopen nu door de oude stad van Fes, dus de Medina van Fes. En de straatjes zijn heel erg smal en heel erg druk. Een beetje chaotisch. In Fes. En dat is een van de dingen die je echt moet zien als je in Fes bent. Ik ben hier een keer eerder geweest en toen stonk het ontzettend. Maar toen was het ook een heel stuk warmer. Ik krijg normaal van die muntplaatjes en dan zo in je neus stoppen. Maar dit keer is dat niet nodig, want ik krijg helemaal niks. Why is the smell worse in summer? Because it's hot. The weather are really hot. Even now, the smell can be worse. If you see like 150 employees working all together in one time, when they move those skins, they will be smelly. Mm. So normally down here, you're gonna find four types of skin available to work with. There is camel skin, cow skin, sheep skin and goat. Yeah. Nou, en dit is de werkplaats waar alles wordt gemaakt eigenlijk van leer wat we zo direct gaan zien in de winkel, waar we waarschijnlijk worden gepressured om iets te kopen. En er werken hier schijnbaar echt 6 leermeesters. This is sheep. And this is saffron color. Oh wow, that's soft. Yeah, that's this is especially for slippers. Because it's warm, stretchy. Mm. Okay. And this is goat. Goat. This are specially for jacket, for clothes, generally clothes. Because this water resistance and fire resistance. En dit is een privé hammam, dus het is niet zoals zo'n publiek badhuis. Hier krijg je een speciale behandeling. En mannen en vrouwen mogen bij samen. En mannen en vrouwen mogen hier samen. En het is lekker warm hier, zeg. Ik wil hier wel naar het rondlopen. Ik ook wel. Nou, en dat is toch wel het leukste van reizen, dat je af en toe hele spontane avonturen beleeft. We zitten vandaag ineens bij twee vreemde mannen in de auto. Nee, grapje. Dit is Tariq en hij is van de Riad, het traditionele huis waar we logeren. En we zijn dus met hem al de hele stad door geweest. En nu zitten we in de auto naar Volubilis. Volgens onze berekening is het al dicht als we er komen, maar we gaan het zien. En door alle excitement zijn we helemaal lunch vergeten. Maar gelukkig kun je voor een euro lekker een halve kilo olijven kopen. Nou, we rijden inmiddels in Meknes en nu komen we erachter dat ze eigenlijk de weg niet weten. Dus wij hebben Google Maps even aangezet en vanaf nu gaan wij even de route aangeven. En het duurt nog een half uur. Het is inmiddels 6 uur. Volgens mij is het gesloten om 5. Dus, en de zon gaat onder om 30. En de zon gaat onder om 30. En het duurt nog een half uur, dus... Leuk trip. Het is een avontuur. Daar in de verte, daar zijn we voor gekomen. Ja, we kunnen er alleen niet meer in. Het is 6:30. Volgens mij is het al 1,5 uur dicht. Nou, dit is even de nieuwe weg. Want de deur is dus dicht. Ja.
waren de reismeisjes vanuit Fes. We zien jullie volgende week. Dan gaan we naar de woestijn.